Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Sprookjes met Geron de Wulf. We zitten hier nog altijd live in Café de Choker in Antwerpen. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes verteld. En dan word je ouder en dan stopt dat. En vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Ik word hierbij gestaan door mijn beste vriend Thomas Smith. Oh, het is nu al beste vriend. Het is al beste vriend. Dus we moeten ze ook wel in deze volgorde uitzenden. Dat gaat eindigen mee. Ik heb zo'n spijt dat ik hem gevraagd heb. En we hebben een titel gekregen, Thomas. Ja, absoluut. Dus dat is dat sprookje gewoon moeten verzinnen. Er was een superheld met een assertiviteitsprobleem. Kun je dat zeggen, assertiviteit? Ja, assertiviteitsprobleem. Kijk, goed, Thomas. Hier gaan we. Yeah. Er was eens een superheld met een assertiviteitsprobleem. Ja, dat klopt. Ja. Anders zou het sprookje niet bestaan. Nee, dat is waar. Die had een assertiviteitsprobleem. En die oefende er heel hard op thuis. Die ging echt voor de spiegel staan en zo van... Hey, stel je voor, daar, de spiegel is een boef. Hoe ga je dat aanpakken? En zo... En dan begon het... Allee, ik bedoel, niet slecht, hè, maar zou je eens kunnen stoppen? Zo, allee... Met die mensen te beroven en zo. Hè? Want zijn probleem was dat hij niet assertief genoeg was. Ah, wel, dat was het rare. Ja, soms was hij te assertief. Te assertief, maar ja. Dan altijd tegen de slachtoffer. Hè? Dat is echt waar, ja. Dus dan werd er iemand overvallen en dan ging hij nog niet een boef van. Hè? En hij had ook een move geleerd. En dan twijfelde ze. Of zoiets. Aandacht, hallo, ik ben wel de held. En dan begon hij het slachtoffer uit te schuiven. Ja, dat is het nadeel. Dan die boef zo. En dan door frustratie keek hij naar die slachtoffer van, dat is eigenlijk uw schuld. Ja. Dat hij nu mij uitlegt. Trut. Je gaat hier maar niet moeten rondlopen in een donkere steeg, s'avonds. Voilà. Ja, dat is mijn plekje. Nu... En hij wist niet goed wat er met me moest aanvangen. Want wat doet hij eraan? Aan een tekort of soms te veel? En hij sprak met een collega superheld van hem. Ja. Die ook een probleem had, maar dat is niet belangrijk voor dit sprookje. En wat was die zijn naam nu weer al? Giorgio. En wat was deze speciale gave nu weer al? Die kon met versgepakte pizza's. Mensen uitschakelen, onthoofden. Dat was echt keigraaf. Iedereen had er schrik van. Die ging ook naar zijn slachtoffers op een brommerke keirap. Ja. En wat deden de meeste misdadigers? Als ze zouden, het is Giorgio, dan deze alsof dat ze gepakt waren door Giorgio. Dan deze direct zo. Wat heel leuk is op een podcast nu. Maar het wordt toch gefilmd? Ja, het wordt ook gefilmd. Hè? Maar voor de mensen op Spotify... Wie zijn de rare? Je filmt een podcast om dan te zeggen, het is een podcast. Nu... Voor wie is dat voor thuis? Oh, ik heb mijn eigen podcast. Zie mij doen. Wat zijn ik al doen? Ik zijn kindjes eten ontgeven. Aan het afkomen. Ja, dat gewoon niet is, want dat is van voor. Ja. Geron heeft er juist nog iets verteld over worstvoeding. Ja. Dus, maar daar moet ik een live komen kijken. Misschien moeten we deze podcast een bijlage geven. Dat ze zo'n PDF dat uitzien, ze kunnen downloaden en zo. Ah, wat je ook moet weten is... Nu, onze superheld had afgesproken met Giorgio. Ja, Giorgio. Zijn probleem. Giorgio, de naam alleen al. Panache. Presence. Giorgio had geen last mee. Giorgio was een slikke, smooth superheld. Echt. Een Italiaanse superheld. Ja. Ik kwam al in. Hey. You leave the woman alone. Anna. Pizza boy. Nee. Pizza boy. Ja. Dus onze superheld, ja. Mark, had met Giorgio afgesproken. Ja. Mark Peters. Je zoekt maar die naam even en dan niet eens denken dat je een gave hebt. Want dat hebben we nog niet gezegd, hè. Wat zijn gaven is? Nee, absoluut. Zeg het maar, Geron. Zijn gave was dat hem eigenlijk zijn eigen kon verplaatsen door de elektriciteitslijnen. Ja. Dus overal waar dat Alan Trick was, kon hij verschijnen. Ja. Ja, ze noemden hem Volti. Volti. Dat was zijn superheldennaam. Volti.
Ja. Vandaar dus, ook de... Maar dat zie je niet op de podcast. Dus, maar dus Volti had afgesproken met Giorgio om zijn probleem aan te kaarten. Ja. En dan zei Giorgio, ja, wat is er? Ja, het ding met Giorgio was, dat was niet echt een goede vriend. Snap je? Ja, maar dat is zo een die eigenlijk, noemen ze dat, kleineren. Ja, en die zijn eigenlijk... uit de hoogte, zo van, ik kan u helpen, ik kan u helpen. Maar dan zei hij niet, Volti, dan zei hij direct, ik kan u helpen, Mark. Mark Peters. Nu Mark... Oh, ik ben in shock. Zwaar, hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut, ja. En toch was Mark naar hem gegaan voor goede raad. Ja, dat was wel zijn enigste vriend. Hè? Dat was een met zo'n naam, Mark Peters, is dat ook niet zo moeilijk. Nee. En hij vroeg Giorgio, wat moet ik doen? Wat ook lastig was met die naam, was dat ze zei, roept de Mark Peters, die een superheld. En dan moesten ze een telefoon, oh, Mark Peters, er zijn er zoveel. Welke bedoelde? Die met de bliksem achter de... Wordt dat geknipt soms? Nee, dat wordt niet geknipt. Nee, is wat we wijken. Ja, dus hij ging naar Giorgio en hij zei, Giorgio... Ik heb een probleem. Ja. Ik ben te assertief tegen mijn slachtoffers. En niet assertief genoeg tegen de slechterik. Ja, en dan zei Giorgio het volgende. Dat was ongelooflijk. Ongelooflijk. Echt waar. Dat was alsof de wolken open gingen en de zon erdoor brak. Alsof dat zo een zaadje daar al... weken onder de grond ligt en zit... Eindelijk water kreeg. Ja, water, heel belangrijk. Water. En dan zo langs stenen en eindelijk ineens door de grond zo... paf! Wow. En zei Giorgio zo... Je moet dat gewoon, dat gedrag, omdraaien. Wow! What the fuck? En dat... vanaf dan was Volti de man. Ja, vanaf dan was er geen probleem niet meer. Nee. Volti ging er overal, scheet de boeven uit en... was keilief tegen zijn slachtoffers. Ja. De moraal van dit verhaal. Ja. Soms. Als je een probleem hebt, moet het omdraaien. Nee. Van een andere kant bekijken. Dat kan ook. Dat kan ook. Okay. Oh nee, maar jij geeft moraal. Ja. Soms. Het moraal is... moet je het van een andere kant bekijken. Moet eens met goede vrienden gaan babbelen. En luisteren naar goede raad. Oké. Okay. Het einde is minder leuk dan... Maar goed. Slaap lekker.